Welkom bij Iedereen kan haken. Eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar Iedereen kan haken en naar ja, alle duimpjes omhoog en abonneren, op de foto klikken of op de rode knop. En dan gaan we nu even kijken naar een tutorial van haaknaalden over van Action. Ik heb deze haaknaalden bij de Action gekocht voor €1,36 en daar heb je 3 haaknaalden voor. Dit is dus haaknaald nummer 2 is geel, nummertje 2,5 is roze en nummertje 3 is zeegroen. En ja, voor dat bedrag, je hebt echt een heel leuk setje voor ja, klein werk. En ik haak zelf niet zo heel veel met kleine haaknaalden, maar om ze zo toch in huis te hebben, is dit een hele leuke, ja, een leuke verpakking ook. Ook leuk om cadeau te geven, zomaar voor de bij. En ik ga ze even uitpakken. Dus de gele is... Het is haaknaald, even kijken of je het goed kan zien, nummertje 2 en we gaan er zo mee haken en op het doosje staat dat ze ergonomisch zijn, maar het is een ergonomisch design, ik weet niet of je het goed kan lezen, en het heeft een soft grip, dus een echt ergonomisch grip heeft het niet, het heeft een soft grip en hij is ergonomisch ontworpen. Dus het heeft gewoon een lekkere zacht handvat, maar het is ook mooi. Ik vind het wel leuk om nu een kleintje erbij te hebben en dan ga ik dadelijk even laten zien wat het verschil is tussen een kleinere haaknaald, hoe je haakt met deze leuke haaknaalden. Dit is nummertje 2,5, hier staat het nummertje op, er zit een klein gaatje hierin en ja, ik vind het toch wel een hele makkelijke en leuke haaknaalden. Het is echt een soft grip. En dan heb je hier die zeegroene. En dit is haaknaald nummer 3. En dan gaan we beginnen. Tot zo! Ik begin gewoon eventjes te kijken hoe dus zo'n haaknaald voelt. En ik haak altijd, zoals jullie misschien al weten, met gewone haaknaalden. Helemaal niks moeilijks. Eigenlijk, ja, zie ik gewoon hier al verschil dat je, ja, dit is een haaknaald nummertje 2, heel klein. En ik haak nu heel los om eventjes uit te proberen hoe dit nu haakt. Want ik heb nog nooit met haaknaald nummer 2 gehaakt. Zie je, dit is echt lekker mini, mini, mini werk. Dus ik maak eventjes een hele losse opzetketting. En ik ben het niet gewend, zoals je ziet. Dus ik heb nu niet echt gelijke steken. En dan ga ik nu een stokje haken. Ik zal even inzoomen. Ja, je kan heel makkelijk toch de draad oppakken. Insteken gaat goed. Hij gaat ook heel goed over het garen heen. Zie je dat ik nu ook eigenlijk te dikke wol heb voor deze haaknaald. Het is ook altijd belangrijk dat je eerst even uitprobeert welke haaknaald past nu bij jou. Soms staat er op het etiket gewoon een heel ander nummer dan bij jou past, omdat iedereen anders haakt. De ene haakt losjes, de andere haakt strak. Nou, dit is dus de haaknaald nummer 2 en ik moet zeggen, ik haak er wel lekker mee. Dan ga ik nu haaknaald nummer, even kijken, 2,5, de roze.
Nou, eventjes mijn mobiel afzetten. En dan ga ik met 3 lossen weer naar boven. En dan ga ik deze uitproberen. Ja, de grip. Ik ben niet veel gewend met haaknaalden, met luxe haaknaalden noem ik dat. Ja, zelf vind ik het altijd erg veel geld. Maar nu 3 naalden voor 1,36 €. Ik wilde gewoon eens eventjes lekker uitproberen wat nu het verschil is. Maar helemaal prima. Ik heb wel eens een haaknaald in mijn handen gehad en die was heel stroef, maar dan moet je ze door je haren heen halen. Dat wist ik ook niet. Nee hoor. Maar goed, als hij stroef loopt dan, maar dat doet hij natuurlijk niet. Kijk, je ziet hier met haaknaald nummer 2 dat je gewoon een te grote haaknaald hebt gebruikt, dat die lussen te groot worden. En met haaknaald nummer 2,5 is dit al mooier. En dan ga ik nu met haaknaald even kijken. De zeegroene. Dit is haaknaald nummer 3. Zie je, met dit is met de eerste rij is met haaknaald nummer 2. 2,5 is al beter voor dit garen. En dan ga ik nu met haaknaald nummer 3. Zie je, en deze haaknaald is gewoon te dik voor dit garen. Ik merk het gewoon aan alles, dus je. Het is een hele goede tip om eens een beetje uit te proberen welke haaknaald vind je fijn. En niet omdat deze nu toevallig van de Action zijn en 1 euro, even spieken, 1,36 € voor 3 haaknaalden. Ja, ik kon het niet geloven. Maar het gaat erom dat je haakwerk er mooi uitziet. En dat jij, dat je lekker mee haakt. Dus ik wil even laten zien dat je ook goed moet kijken wat bij jou past. Ook al staat er op een etiket een heel ander nummer. Haken doen ze prima. En het voelt ook goed aan. Ja. Ik zou zeggen, kijk. Hier zie je het verschil. Kijk, je ziet ook heel goed aan het proeflapje hoe dat je het beste haakt, hè? Wat vind je het mooist? Kijk hier, dit is gewoon een te kleine haaknaald. Ik vind dus zoals nummer 2, nummer 2,5 die vind ik netjes en nummer 3 kan ook nog, maar ik vind nummer 2,5 deze, dat was de roze, die haakt met mijn garen het fijnste. Maar ja, je kan natuurlijk altijd even kiezen. Ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende video. En graag abonneren. Hieronder op mijn foto klikken. En tot de volgende video. Duimpjes omhoog. Tot ziens.